En er wordt een centrale coördinatiepunt opgezet voor klachten of verzoeken met betrekking tot straatverlichting. Dit zegt NH-minister Sergio Akinboto. Burgers kunnen straten die niet of slecht verlicht zijn laten registreren. Volgens de bewindsman heeft de slechte straatverlichting in geheel Suriname zijn aandacht. Hij heeft daarom een straatverlichtingscommissie geïnstalleerd die deze klachten en problemen moet beoordelen. Er is een vraag, er is een behoefte vanuit de samenleving, nieuwe buurten, oude buurten die aangepakt moeten worden. Deze commissie zal dan de aanvragen gaan sorteren, gaan beoordelen en daarna laten uitvoeren door de bedrijven of de werkarmen zoals DIV en EBS. We weten het, het is een grote vraag, we weten het dat er grote achterstanden zijn, vandaar dat er gekozen is om een coördinatiepunt te hebben van waaruit gewerkt zal worden. Iedereen wacht, iedereen heeft haast, iedereen wil het hebben, we gaan niet iedereen kunnen helpen. Maar nadat het beoordeeld is, nadat het getoetst is, wanneer het duidelijk is, zal het dan woorden gegeven worden aan EBS en DIV om uit te voeren. Ik geloof altijd in structuur, ik voel altijd in ordening. Hoe nijpend het probleem ook is, hoe urgent het is, als je geen structuur hebt, als je geen organisatie hebt, gaat het moeilijk gaan om het structureel op te lossen. Dan gaan we weer terugvallen naar het beginpunt. En dat gaan we hiermee proberen op te lossen. Akinboto zegt verder dat iedereen die een klacht of verzoek heeft laten registreren, geholpen zal worden. De bewindsman wijst erop dat er verzoeken komen van individuelen, buurten en ondernemers. Deze aanvragen zullen volgens een bepaalde volgorde afgewerkt worden, zegt de NH-minister. Maar er zijn toch wel voorwaarden, criteria die gesteld zijn. Zeker zullen we aangaan first in, first out systeem zoveel mogelijk te hanteren. Van de achterstanden die we hebben, nagaan als we die kunnen inlopen. En van urgente gevallen proberen om die op te vangen. Het gaat erom, we moeten ergens help beginnen. We moeten ergens beginnen om op te lossen. En we zullen er niet 1, 2, 3 achter de rug hebben. Maar in dit geval is met het installeren van deze commissie dat er specifiek, dat is hun deel, hun werk waarmee ze bezig zijn om specifiek aandacht te besteden aan de verzoeken die komen vanuit die samenleving. En aangezien u zegt er zijn heel veel verzoeken, is er al georiënteerd als het daadwerkelijk noodzakelijk is? Als het misschien alleen om een lichtbulpje gaat of als het daadwerkelijk helemaal geen straatverlichting is? Dat is waar we mee bezig zijn. Ik meen vanaf oktober tot en met voor de installatie van de commissie, los van de oude die we daarvoor hebben gehad, dat we 1004 aanvragen, verzoeken uit de samenleving die komen. En die zijn gestructureerd. Er is een speciale portaal, digitaal portaal ontworpen, waarbij het verwerkt is op basis van naam, overzicht. En dat het in die volgorde zal worden aangepakt van buurten. Wanneer de klacht binnen zou komen, er is een overzicht. En vandaar wordt gestructureerd gewerkt. Dat is dus Sergio Akinboto, geen minister van LVV, wel minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Met wie wij spraken over een centrale coördinatiepunt dat opgezet zal worden voor het afhandelen van klachten en verzoeken over de straatverlichting. Burgers kunnen straten die niet of slecht verlicht zijn, laten registreren.